Koninklijke Tichelaar in Makkum besteedt al langer als 440 jaar. Het bekende Makkumer Ierdewerk is wat minder oud, zo'n 120 jaar. Maar de verkeer is, vooral de laatste per jaar, helemaal instwatten. De klanten vinden het digelgoed te duur, want de blokker en de Xenos binnen warm worden. Toen ik begon, 22 jaar geleden, toen we de totale omzet van Makkumer Ierdewerk en Tegels traditioneel weer 75-80% van het totaal. En dat is in de laatste 3 of 4 jaar hier. In 15 jaar is dat stadig weer omgegaan. Hebben we dat compenseren in mijn nieuw werk. Dat doen we nog steeds. En nu zit het op een niveau van enkele procenten. Dus haast niks. Op Himmelfeertsdag is de winkel voor het laatst open. De foire traditioneel Makkumer Ierdewerk geeft aan maar grote kwattingen voort. 4 van de 52 marktwerkers verliezen haar baan. Alle gebouwen onder turfmerk komen te keep. De winkel en de kantoren en de rest van de productie wat hier nog is onder turfmerk, dat sluiten we. Dit hier is dat voor het laatst. En ik verwacht hier rond de zimmer dat feitelijk inderdaad de boel gesloten wordt. Nou, ik schrik ervan. Ja, dat verwacht je niet. Want het is eigenlijk zo bekend en van oudsher Makkumer aardewerk. Nou, dat zegt toch wel iets. Het oude familiebedrijf in Makkum rucht het hem te nou helemaal op speciale opdrachten, vooral van architecten. Tegelaar maakt het bijkelijks tegels en stien voor een kantoorgebouw in Londen en een studentenflat in Utrecht. In de fabriek en Boeten het Warp wordt op dit stuit werken onder tegels voor de nieuwe tunnels van het Centraal Station in Amsterdam. Ik ben Rick Malietskofke, zeker dat je dat afzet in de totale historie van het bedrijf. Maar het had altijd mijn doel geweest en heb ik altijd nog streefd om het vakmanschap en de kennis in Makkum te houden. En daar hebben we al je nieuwe vormen van voen, die wat mij betreft heel interessant binnen, die ik volle internationaal binnen, die ik volle dynamischer binnen. En zolang we dat uit Makkum doen kunnen, doen we dat. En mijn plan is absoluut om dat hier te houden.